gesprek met Maya de Vries. Zij is schrijfster van het boek De Hele Olifant in Beeld. Dat eind mei zal verschijnen bij Ank Hermes. Maar Maya, je boek gaat niet over een olifant, hoe die eruit ziet. Nee. Het is een metafoor voor eigenlijk het grote geheel van hoe wijsheidstradities proberen inzicht te geven in hoe eigenlijk alles in elkaar zit, hoe alles werkt, waarom alles werkt en hoe we dat kunnen begrijpen. Ik ben op zoek gegaan naar hoe kunnen we de wereld begrijpen zoals die is. En er zijn heel veel wijsheidstradities die daar iets over te melden hebben. Ja. Maar die lijken het allemaal iets anders te vertellen. Ja. Maar onder die uiterlijke verschillen is een gemeenschappelijk inzicht. En dat, daarnaar ben ik op zoek gegaan. Want ik dacht van als we dat hebben, dat vinden, dan kunnen we dat gebruiken om alles wat we doen vorm te geven. En wat is dan dat gemeenschappelijk inzicht wat ze met elkaar gemeen hebben? En daar ben ik achter gekomen. Dat zijn een aantal wetmatigheden, kunnen we universele wetten noemen. En ook de Gulden Snede heb ik gevonden als zo'n universele wetmatigheid. En eigenlijk zijn die dus in al die wijsheidstradities terug te vinden. Alleen heb ik dus ontdekt dat net als bij het verhaal van de olifanten, verschillende wijsheidstradities net even vanaf een ander perspectief kijken. Mm-hmm. En het anders formuleren en een bepaald gedeelte extra accentueren en iets anders wat minder accentueren. Maar als je dat naast elkaar zet, denk je, ja, ze hebben het allemaal over hetzelfde vanuit een andere hoek, een ander perspectief. Jij hebt dat boek geschreven. Het gaat over universele wetten, daar hebben we het net over gehad. Wat maakt, want er zijn een heleboel boeken over universele wetten al, hè? Wat onderscheidt jouw boek nou van alle andere boeken over universele wetten? Ja, wat ik ontdekt heb is dat al die boeken een stukje beschrijven van die wetmatigheden. En wat ik heb gedaan is geprobeerd om al die wetmatigheden uit al die verschillende richtingen en al die verschillende bronnen allemaal te verzamelen, zo compleet mogelijk beeld. En bovendien heb ik gekeken, heb ik die wetenschap ernaast gezet, zodat het zo inzichtelijk mogelijk wordt en zo helder mogelijk te begrijpen, zodat we het ook zo makkelijk mogelijk praktisch kunnen toepassen. Van hoe kunnen we dat boek gebruiken? We kunnen het inzicht in de universele wetten gebruiken als een kader, eigenlijk bij alles wat we vorm willen geven. Als we bijvoorbeeld willen weten of iets wel of niet zal werken, dan kunnen we gewoon kijken van is het wel of niet in overeenstemming met de universele wetten. Als het niet in overeenstemming is met die wetten, dan is de kans groot dat het of niet goed zal werken, of heel veel moeite zal kosten, of ons uit evenwicht zal brengen, of dat soort zaken. Terwijl als het in overeenstemming is met de werking van de universele wetten, hebben we een hele grote kans dat het goed zal werken, dat het makkelijk zal werken en dat het dat we het ons plezier zal brengen en dat het ons meer in harmonie zal brengen. Wat zou het beste zijn wat er gaat gebeuren na aanleiding van het verschijnen van jouw boek? Ik denk van alle mensen die het idee hebben van de wereld zou anders kunnen, de wereld zou beter kunnen, of we zouden het evenwicht willen herstellen, of we willen een wereld creëren die meer overeenkomt met onze wensen. Nou, en maar hoe is dat? Of wat kunnen we daarvoor kader voor gebruiken? Of hoe weten we dat een verandering niet alleen een verandering is, maar ook beter? Nou, al die mensen zouden iets aan mijn boek kunnen hebben als richtlijn. Of ze, ik zeg in ieder geval, ze hoeven het niet direct aan te nemen wat erin staat, maar lees het en oordeel zelf. Het boek komt uit eind mei bij Ank Hermes. Mensen die nu alvast meer informatie willen, kunnen zich wenden tot de website van Maya. En dat is Maya. www.mayadevries.nl www.mayadevries.nl